neusje. Dat ga ik ook eens doen. Zeg maar voor je verjaardag. Die duwt Luxie. Wat is er gebeurd met de exje? Wel ballonnen hebben. Ja, jongen. Ja, oh, gelukkig gestuurd. Cadeaupapier. Lang leven de snoeper. We hebben niet alles. Nou, Sil. Je papa met de auto. Zo, Luxie. Croissantjes. Veldchocola. Kunnen we die erop doen? Hartstikke goed, schatje. Kassa. De action, maar goed. Dus welke zullen we doen? Dan gaan we verkeerde kant op. Ik heb hier. Nee. Waarheen kom ik? Ik zal altijd. Goedemorgen, huisjes. Op naar school. Een filmpje te kijken. Ja, jullie zijn weer mooi aangekleed voor school. En heel veel plezier. Het is maar een kort ochtendje, oké? Okay? Ja. Ik laat de hondjes uit en rij de auto voor. Ja. Doei. Nou, ook een hele goede morgen van mij. De kinderen hebben Luxie geleerd hoe ze moet zingen. Dus laat ze even zien, kinderen. Luxie, ga maar heel hard zingen. Luxie, ga zingen. Zingen. Hartstikke goed hoor, Luxie. Kinderen die gaan naar school en ik was even bezig met het brood te smeren van de kinderen. Ze hebben vandaag een kort dagje, het is woensdag. Vandaag is een kort dagje op school. Als we thuis komen van school, dan gaan we de verjaardagsboodschapjes kopen. Want wie is hier bijna jarig? Lucilla wordt bijna 5. Ze wordt deze week 5. Over precies gesproken over 2 dagen. Ik ga om een feestje om. Ja hoor. Over 2 dagen word jij 5 jaar. Niet zo gek doen. Het thema van de vlogs die weer komen gaat weer helemaal in het thema van Lucilla staan. Want we hebben haar verjaardagsfeestje. Ze gaat trakteren. Haar kinderfeestje. Nee, niet gewoon nou lekker op ons vlogkanaal. We gaan kinderfeestje vieren. We gaan een verjaardag vieren. Ze gaat trakteren. Met een cadeautje spelen. Kortom, weer allemaal leuke verjaardagsitems die eraan komen. Omdat ze bijna jarig is. Maar voor nu gaan we eerst even snel door met brood smeren. Want ik was bezig met boterhammenworst erop, jongens. Ja. Boterhammenworst erop. En er komt vanmiddag een vriendinnetje spelen. En Lucilla? Ja. Gaat het eind vanmiddag? En de eerste boterham is voor... Lucilla! Lucilla, eet smakelijk. Hey! Nou, even aan het ontbijt nog, hè? Ik zeg proost. Oh, Lucilla en Luan die zitten op school. En wij zijn even een mandarijntje aan het eten. We waren aan het tellen, hè, Luxie? Hoeveel mandarijntjes liggen daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En in je mond zit 10. Zeg maar 10 mandarijntjes. 10 mandarijntjes. Snoepie. Luxie heeft het klauteren en klimmen ook de smaak te pakken. Net zoals Lucilla. Kijk wat ze nu heeft ontdekt. Zet ze daar een stoel neer. En dan klimt ze daar bovenop. Is het niet heel handig, liefie? Ja, mooi. Ga er nou maar weer af. Ja, ga er maar weer af. Goed zo. Dat is niet de bedoeling, hè, liefie? Nee, het is wel heel knap. Ik heb het gezien. Heel mooi. Kom dan maar weer af. Op de stoel staan. Ja, moet je niet zo kijken. Lux, kom eraf. Eraf. Ja, ze is 2, hè, bijna. Ja, dan weten we wat ze zeggen, hè. Hey, ik ben 2 en ik zeg nee. Lux, je wil er even afkomen. Moet mama tot 3 tellen? Ja. Ja? Ga je bij 3 naar beneden, goed? 1, 2, 3. Kom eraf. Dan doet mama net. Kom. 1, 2. Goed zo. Grote meid. Hele grote meid. Goed gedaan. Goed geluisterd. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ik zoek even een spelletje. Hier, uit de spelletjeskast. Om even met Luxie te doen. Kijk, deze vond Lucilla ook altijd heel erg leuk. Coco Nuts. Kom maar, schatje. Gaan we even lekker een spelletje spelen. Oeh, dat is mooi. Kijk, en dat is heel leuk. Wat nou de bedoeling is. Hier hebben we een dobbelsteen. En dobbelsteen kan je drukken op blauw of op roze. En deze blaadjes hebben roze of blauw. Die leg je op de kop. Zo. Leg ze allemaal maar op de kop. En je kan niet zien
welke kleur eronder zit. Zo, goed zo. En het is roze. Pak maar weer een dingetje. Heel goed. Welke, ja, kleur? Welke kleur zit eronder? Ja, kijk, hij is roze. Dat is roze en die is ook roze, dus dan mag je hem houden. Goed zo. En dan is mama weer. En mama heeft ook roze. Ja. Even kijken. Ja, 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 ja. Oh, mama heeft blauw. Nee, moet mama die weer terugleggen. Nou, Luxie, jij gaat winnen volgens mij. Oh, yeah. Yeah. Nou is Luxie weer. Goed zo. Ja. Hey, ja, roze. Pak er maar weer eentje. Is dat roze? Nee. Nee? Is dat roze? Nee. Is dat die roze? Nee. Echt een superleuk spelletje. Ik heb hem al sinds ik met Lucilla. Lucilla zo klein is, zeg maar. Echt een favoriet spelletje was het ook altijd van Lucilla. Echt een aanrader trouwens voor als je ook kinderen van deze leeftijd hebt. Waar moet die doos ook alweer? Kijk, dit spelletje is het. Niet gesponsord trouwens. Oh, ja. Mama weer drukken. Mama weer drukken. Of wil jij drukken? Ja. Oh, nou druk maar dan. Blauw. Ja! Blauw. Nee, roze. Dan moet ik hem weer terugleggen. Nou ben jij weer. Nou, wij spelen hier nog even door. Roze. Ja, wat is roze? Zo, terwijl Luxie daar nog even lekker aan het rondspelen is, ga ik heel even kijken wat voor ingrediënt ik zo allemaal wil halen. Morgen gaan we namelijk de tractatie maken. Ja. Voor Lucilla. Voor Lucilla haar verjaardag, want morgen is ze jarig. Nee, overmorgen is ze jarig. En dan is het vrijdag, dus vrijdagochtend doen we dan cadeautjes pakken. Dan moet ze naar school en dan is ze vrijdagmiddag... zijn ze vrij, komt er visite. Maar morgen gaan we een tractatie maken. Wat we precies gaan maken. Dat is nog even een verrassing voor jullie voor morgen. Het is wel echt typisch iets voor Lucilla. Ik heb echt even gekeken naar iets wat Lucilla heel erg lekker vindt. En wat we nog niet een keer eerder hebben gemaakt. En ik wil ook eventjes naar de action voor wat vlaggetjes. Wat ballonnetjes. En wat weggeefzakjes, want van het weekend vieren we ook het verjaardagsfeestje van Lucilla. Dat is dan zaterdag. Er gaat zo leuke vlogs weer aankomen. We hebben een heel leuk thema, ook weer dit jaar voor haar verjaardagsfeestje. Gaan jullie allemaal zien. Ja, ik maak het wel spannend, hè? Maar het wordt heel, echt heel erg leuk. Dus ik ga heel even mijn boodschappenlijstje maken. Zodat we als we straks de kinderen op gaan halen van school. Dat we meteen even langs de Action kunnen. Langs de supermarkt kunnen. Luxie heeft een lekker snoeptomaatje. Om heel even de verjaardagsdingetjes in huis op... Jankje. In huis te halen. Ik heb een volle mond nu, sorry. Lekker. Ja. We hebben vandaag ook een kort dagje. Dus de kinderen zijn weer vroeg thuis van school. En dan komt aan het eind van de middag komt er een vriendinnetje spelen voor Lucilla. Maar dat is pas aan het eind van de middag. Dus ik kan nog zat eventjes gelukkig nog even wat boodschapjes doen. Ja, heb je roze gevonden? Ja. Oh, wat goed van jou. Super schattig. Zo leuk om met haar spelletjes te spelen. Ze doet zo leuk enthousiast mee. Terwijl ze helemaal niet weet hoe of wat precies. Maar ze doet gewoon heel enthousiast mee met het spelletje. Nou, Luxie slaapt. Kan ik even stofzuigen. Zo. En dan even lekker op de bank. Met een kopje thee. En lekkere chocoladekoekjes. Zo, kopje thee op. Ondertussen even lekkere bolletjes gesmeerd voor de kinderen. Die neem ik even mee in de tas met een flesje water. Want ik ga eerst eventjes de kids van school halen. Het is natuurlijk woensdagmiddag, dus ze zullen wel een beetje trek in de buik hebben. Kunnen ze even lekker een bolletje eten in de auto. Dan pak ik even de boodschappentassen. En dan gaan we daarna even door naar de Action. En boodschapjes doen. Kijk eens, wie komt er naar beneden? Bonjour. Pluisje. Het is gewoon een pluisje. Kijk eens, zo jasje aan doen. Ja, gaan we nu al een sillap halen. Ja, naar mama. Oh, had je een lekker slaapje gedaan? Oh, ik doe nog even een luidje verschonen. Goed? Ja. Ja. Hé, daar zijn ze weer. Leon en Lucilla. Hey, even lekker een bolletje eten. Ja. En waar gaan we naartoe, Sil? Naar de Action. Even naar de Action. Verjaardagsinkoopjes doen. Zo, nou. Op even naar de Action. Nu. Nee, jongen. Dan maar voor je verjaardag. Goed, dat duurt nog een half jaar. Maar niet die, maar die. Die, ja. Nou, Lucilla die duwt Luxie in de kar. Voor zover het goed gaat. Hey. Hartstikke goed. Ja, hey. Nee, ook niet. We gaan nou voor jouw verjaardagspulletjes doen, hè? Ja. Vlaggetjes, ballonnetjes en dat soort dingetjes. Wat is er gebeurd, Luxie? Mama.
Wat is er gebeurd met de Action? Hier is allemaal speelgoed en hier allemaal knutselspullen. Alleen nu ligt de halve Action vol met deze dozen. Ja, maar serieus, wat is er gebeurd? Ik hoop dat ze nog wel ballonnen hebben. Gaat deze weg of zo? Nee, dat zijn geen ballonnen, liefie. Ik hoop ze... Ja, nou, weet ik niet. Het ziet er zo naar uit. Kijk, al die schappen zijn leeg. Dit is wel leuk om in de weggeefzakjes te doen voor een verjaardagsfeestje. Van die Barbie-dingetjes. Dan heb ik er eventjes wat meer van voor de kindjes. Maar ik hoop dat ze nog ballonnen hebben, joh. Ik weet niet wat er aan de hand is. Nee, mama heeft heel veel met zakjes, schatje. Zakjes die heb ik online besteld, dus die komen binnen als het goed is. Wat is dit voor je? Ja, ik weet het niet, jongen. Mom. Ik heb geen idee. Daar ook allemaal leeg. Hier allemaal leeg. Hier alles leeg. Ik weet het niet. Op zoek naar de ballonnen. Oh, kijk, hier zijn nog wel wat knutselspulletjes. Mom, ja, jongen. Wat ik deed... Dit zijn dit de goede haarspuien? Ja, we hadden laatst deze voor de haren. Maar we moeten deze pakken. Er zijn er niet zoveel meer van. Nou, pak daar maar twee busjes van. Ja, jammer. Er ligt nog één schminkdingetje. Die wil ik ook nog mee. Hebben ze geen blauwe? Zie? Ja, toetertjes. Ik denk dat ze geen blauwe... Oh, je hebt hier blauwe. Oh nee, dat is dat schuim. Ja. En kaarsjes. Hier. Even kijken. Een 5 moeten we hebben. Ja, oh gelukkig. Ballonnen. Uitnodigingen. Even kijken. 7 uitnodigingen, die heb ik al wel. Ja, dat kwam via de WhatsApp. Ik spaar dit jaar een beetje op de uitnodiging. Ik heb gewoon alle mama's een WhatsAppje gestuurd. Ik weet niet of ik de enige mama ben die dat doet, maar... Even kijken. Nee, er zit geen 5 kaarsje bij. Dat is jammer. Dan hebben ze nog wel gewone kaarsjes. Die afschietdingen, ja, dat is echt leuk. Die? Ja, dat moet je echt doen. Ja, dat is echt heel... Nou, dan nemen we nog eens een ding mee. Ja, nee, ik zie ja, wel 7, maar dat word je nog niet. Een 8. Een 6. Een 0. We moeten natuurlijk ook nog cadeaupapier hebben. Die. En die. Alles een beetje in dezelfde stijl. Van die blaasdingetjes. Ja, die had ik al. En deze. Die had ik al in. En die. Nou, doe die er ook maar bij. In ieder geval genoeg cadeaupapier. Gelukkig hebben ze dat ook nog. En bordjes. Bordjes. Die hebben ze ook nog. Prinsessenbordjes is altijd goed. Heb je ook al van die bekers? Oh, heb je ook bekertjes. Die nee, die kliklakdingetjes doen niet. Dat doen we ieder jaar. Dus doen we nou een keertje wat anders. Ik had nou die lipglossjes. Ja. Voor in jouw dingetje. Mama, dit is leuk. Zo moeilijk speldingetje. Nee, maar ik heb nou die lipglossjes, schat. Deze leuke foliumballonnen hebben we ook al in. Maar 9's of 6's. Geen 5's. Ja. Nou, lang leven de snoeperij. Die is er ook nog een beetje. Nou, we kunnen geen slingers vinden, dus dan probeer ik maar dit of zo als slinger. Dit zijn ledlampballonnetjes. Misschien is dat ook nog wel grappig. Mam, en Luxie? Oh, van dat zijn zakjes. Mam. Ja, die? Ja, liefie. Mam, waar zijn dan de ledblokjes? Kijk, ik heb even hier mijn lijstje, maar we hebben nog niet echt... Ja. We hebben niet alles, maar we hebben wel een hele hoop. Oh, yeah. Ja! Nou, dan gaan we naar de kassa. Leon die staat al bij de verfspullen. Heb je nog wat gevonden, jongen, klusser? Zo, en alles weer in de tas. Goed zo, jongen. Nou, goede hulp. Nou, Sil, je karretje gevuld. Nou, Luan, ik kan de tas niet eruit tillen. Kom je, ga maar doen. 1, 2, woppatee. Zo, nu Silla doet het karretje terug. Ja, muntje eruit. Goed zo. Nou, dan gaan we naar de auto. Boodschapjes mee en daar staat... Papa met de auto. Zo, snel erin. Nou, wat er nou met de winkel aan de hand was, ze gaan verbouwen. En de winkel is dus in februari is die dus weer open. Dat was dus de reden dat bijna alles leeg was. Nou, kinderen zitten erin. Nou, papa die blijft even in de auto zitten, want die had nog wat belletjes en mailtjes te beantwoorden. Dus die blijft er lekker zitten. Die kan wat keuvelen van ons. Helemaal niet aan in de supermarkt. Dus wij gaan even met z'n allen naar de supermarkt, hè? Ja, grappig, hè? Ja, nou, wil je de tas vasthouden? Luxie, tas vasthouden? Goed zo. Kom maar. Goed zo, Luxie. Ja, hier hebben we de karretjes. Lucilla heeft nog het muntje. Wabbetee. Ja. Wil jij erin? Zo, we nemen nog even wat extra fruit mee. Aardbeien en bessen. Oh, had jij een potloodje in jouw dingetje gevonden? Nou, dat is een leuke bonus. Wat we ook altijd heel erg lekker vinden, is van het weekend de croissantjes. En die, ja, doe je er ook maar in. Nu we er toch zijn, hè. Morgen gaan jullie zien wat voor een tractatie we precies gaan maken. Maar ik ben nu even een beetje naar de ingrediëntjes aan het zoeken. Dat valt me hier nogal mee. Ik heb namelijk smeltchocola nodig. Niet gewone chocola, maar smeltchocola. Maar ja, hè? Waar vinden we smeltchocola?
In ieder geval, dit soort dingetjes hebben we ook nodig. Deze. En als het goed is, moet dit smeltchocola zijn. Wat zeggen jullie, Fie? Die hebben we niet nodig. Nee, die hebben we niet nodig. Nee. Ik heb het verkeerd. Dit is smeltchocola. Dat is handig. Die hebben we ook nodig. Dan kunnen we die erop doen. Ja. Dat is leuk, hè? Die past wel bij jouw roze deze thema. Oh, heeft ze die ook? Oké. Kijk eens hoe goed Luxie bezig is. Hartstikke goed, schatje. Nou, volgens mij kunnen we naar de kassa, hè, kinderen? Op naar de... Kassa. Yes, we hebben nog vlaggetjes gevonden, Sil. Kijk, hier. Nou, gelukkig kunnen we hier ook nog wat vlaggetjes zetten. Iets duurder dan de Action, maar goed. En kaarsjes. En kaarsjes. Welke zullen we doen? En die daar. Die? Ja. Deze kaarsjes. En dan nog En we hebben nog vlaggetjes. Die hadden we ook nog niet. Boodschappen zijn geladen en we lopen nou weer terug naar de auto. Alleen jullie gaan de verkeerde kant op. Kom. En deze boodschappen even in de auto. 1, 2. Oeh, nee. Zo. Oh, Luxie, ga maar in je stoeltje zitten. Daar. Zo. Nou, karretje wegzetten en dan kunnen we naar huis. Wij zijn weer thuis. We hebben wat gekocht bij de Action en bij de Albert Heijn. De Action was dus bijna leeg, omdat ze daar gaan verbouwen. Vandaar dat alle schappen dus leeg waren. Dat verklaart in hoop. Maar gelukkig hadden ze bij de Albert Heijn nog het een en het ander. Ik heb hier lekkere snoepjes, Oreo en die soorten slangetjes. Kan je allemaal lekker opeten. En dit zijn allemaal lekkere snoepjes. En dit zijn de toetertjes. Bordjes en hele kleine vlaggetjes. Dat is wel grappig. Dit zijn hele kleine vlaggetjes. En dit zijn Oreo's. Dat gaat ze van maken. Zij zijn Rolly Oreo's. We gaan morgen een traktatie maken met de Oreo-koekjes. Dit zijn stiften. Stiftjes, snoepjes. Lampen, inderdaad. Bordjes. Zo vetjes natuurlijk voor de kaart. Voor de koek of de andere dingen. En dit zijn echt mooie, glittere. Dit zijn van die kleine lipglossjes en nagellakjes voor in de weggeefzakjes. Nou, ik denk dat ik in de meloen prikkertjes wil doen voor morgen voor de traktatie. Goed zo. Nee, ik denk niet. Oh ja. Goed zo. Oh, goed zo. Ik zeg altijd als een bal. Bal zegt ze altijd, hè? Dat is bal, hè? Nou, je kan rollen en rollen en rollen. Wat je al niet kan doen met een watermeloen. Ja, goed zo, Luxie. Ja, ik wil die watermeloen gebruiken voor morgen. Dan wil ik hem door midden snijden en gebruiken om prikkertjes erin te zetten voor de traktatie. Maar voor nu is het toch even een bal. Oh, ik zou hem niet gooien. Want dan gaat hij kapot. Ik zal hem alleen maar rollen. Luxie ging net gooien en rollen. Ja, dat gaat niet. Oeh! Ik zal het proberen. Nou, mama gaat eventjes de rotzooi daar opruimen. En Lucilla, die krijgt zo... Wat krijg je zo? Ja, weet ik niet. Je krijgt zo'n visite. Oh ja, van Lotte. Je komt zo een vriendinnetje spelen. Ga je samen met een vriendinnetje spelen. Ja. Hier leerde ik de W. Moest ik elke keer de W achter elkaar maken. Ja. En hier doen we woordjes van de W. Ja. Wij en wip. Leuk, jongen. Ja. Dus het gaat toch goed met de letters, hè? Door de artje. De au. De ui. Die zijn wat lastiger. Van wie is de F? Duik. Van Farah. Oh ja, vaak. Wat is dat? Zo. Nou, dan. Mooi, hè? Mooie lange haren. Sticker. Kijk, Luxie dan. Wat ga je doen, Luxie? Disco. Ga je dansen, Luxie? Ga je dansen bij de disco van Luan? Ja. Kumba, kumba, hey, kumba, hey, kumba, hey. Ik zal altijd blijven dromen. Vriendin,
vriendinnetje van Lucilla, die is weer weg. En ik ben dan weer lekker aan het koken. Vanavond eten we lekkere aardappelballetjes met wat kipfilet en gekookte worteltjes. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Adios amigos. Doei. Ga ik plaatsje maken. Voeg je hart, boem boem brein. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.